Goedendag iedereen op YouTube. Ik heb gisteren een nieuwe camera binnengekregen. Een camera van het merk Waterwolf. En ik weet niet, misschien ken je dit soort camera's al, maar met deze camera kun je onderwateropnames maken. Je hangt hem als het ware voor je kunstaas, waardoor je echt aanbeten onder water kunt registreren. Het is echt een unieke camera. Ik zal even laten zien hoe het precies werkt. Dit onderdeeltje hoort er ook bij. Hier aan de voorkant zit een opening. En als je de camera koopt, zitten er drie kleine gewichtjes bij. En afhankelijk van hoe diep je met je kunstaas wil vissen, doe je het gewichtje erin. Dat is hier aan de achterkant. Bijvoorbeeld dit is het zwaarste gewichtje. Als je wat dieper wil vissen, doe je dat gewichtje hierin. Zo. Dan pak je de camera. Dit is het gedeelte waar de lens zit. Dus dit is de kant die wijst richting je kunstaas. Even kijken. Je doet hem zo. Dit gaat hierin. Schuift hem aan. Dit gedeelte aanschuiven. En je camera is klaar. Hier aan de onderkant komt je onderlijn richting je kunstaas en hier aan de bovenkant komt je lijn. Nou, je kan er in principe alle soorten kunstaas aanhangen. Dit soort dingen, of er wordt ook heel veel plastic gevist met dit soort met deze camera's. Dus dit is echt iets aparts. En we gaan eens kijken of we binnenkort op een keer achter de boot kunnen trekken. Om te kijken of we wat aanbeten kunnen filmen. Het lijkt me vooral heel leuk als we naar Ierland gaan. Daar is het water ook wat helderder. Dan krijgen we redelijk veel aanbeten. Dus het moet heel spectaculair zijn om te zien hoe die snoek je kunstaas aanvalt. Nou, verder zit er nog een USB-kabeltje bij. Om hem op te laden. Het opladen gaat via deze kant. Ik zal eerst dit er even afhalen. Zo. Even kijken. Zo. Dit is het gedeelte waar de aan- en uitknop zit in de camera. Er gaat hier aan de onderkant een SD-kaartje in. En hier zit ook de aansluiting voor het opladen. Nou, je zet hem aan. Met een SD-kaart kan hij klop wel 4 uur opnemen achter elkaar. Dus dat is perfect. Je doet de dop erop aan de achterkant. En hij is helemaal waterdicht. Je zou hem eventueel ook nog kunnen gebruiken met een dobber. Je kan hem onder een grote snoekdobber hangen bijvoorbeeld. Dan komt hij zo te staan in het water. En dan kun je dus ook echt je aanbeten zien op doodhaas. Dat is ook heel spectaculair. Ik zal in de link die ik bij de omschrijving neerzet, zet ik een link naar een aantal filmpjes waarop je kunt zien wat voor soort opnames deze camera maakt. Het is echt iets heel aparts. Oké, nou, de volgende keer dat we gaan vissen neem ik hem mee. Gaan we eens kijken of we wat mooie aanbeten kunnen filmen. Oké, nou, tot de volgende keer.